Hallo beste kijkers, jullie kijken weer naar een nieuwe RCBlog.nl video review en ik heb hier in mijn handen de gloednieuwe DJI Phantom 3 Professional. Het is dus de professional versie, de versie met de 4K camera eronder en ik zou zeggen een heel nieuw model. Laten we allereerst de verpakking openmaken en kijken wat er bij je nieuwe Phantom 3 Professional geleverd wordt. Dit is in ieder geval de eerste van een nieuwe serie Phantom 3 video's die we doen, waar we in dit eerste deel dus aandacht besteden aan het uitpakken van de doos, oftewel de unboxing. En in de doos, met een waarschuwingssticker om hem eerst goed door te lezen voordat je gaat vliegen, een pakketje met een gebruiksaanwijzing en een briefje met de DOC, oftewel de Declaration of Conformity, met DJI's verklaring dat de Phantom 3 voldoet aan de Europese richtlijnen. En dan natuurlijk alle nieuwe goodies. Heerlijk moment, dit uitpakken altijd. Het kroonjuweel, de DJI Phantom 3 Professional. Komen we straks natuurlijk op terug. En hij viel er net al even af, maar dit is de camerahouder. Zat ook bij de Phantom 2 Vision Plus. Je schuift hem om de camera heen, zodat de gimbal vergrendeld is tijdens het transport. Nooit vergeten om los te halen voordat je je Phantom 3 opstart. Volgende. Een mooie zwarte stoffen zakje, of pouch, met DJI logo natuurlijk. Even knoopje loshalen. En daar zitten de propellers in. 8 stuks totaal, dus 2 sets, zoals bij de eerdere Phantoms. Het is qua maat dezelfde 9450 thrust boosted propeller als van de laatste versie van de Phantom 2 serie. Een wit doosje hier, en daar zit in de lader voor de intelligent battery van de Phantom 3. Je kunt er ook de zender mee opladen. Het is een redelijk flink laadblok, maar het is ook een 100 watt voeding. Hij geeft 5.7 ampère uit bij een spanning van 17,5 volt en dat is niet mis. Deze voeding pompt de batterij van de Phantom 3 vol in een kleine 50 minuten. Bij de Phantom 3 Advanced, waarover straks meer, wordt een voeding geleverd met slechts de helft van dit vermogen. In het doosje verder nog het netsnoer voor het laadblok en een witte micro-USB kabel. Om de firmware van je Phantom 3 of zender mee te updaten en voor de koppeling van een Android device met de zender. Dan is er nog een klein wit doosje met een sleuteltje om de motors mee vast te houden als je de props niet goed loskrijgt. 4 extra rubberen gimbal dempers. Een stukje dubbelzijdig tape en 2 extra anti-drop pinnen voor de gimbal. En tot slot de nieuwe zender. Met daarop de houder voor je tablet of smartphone, de 2 stickjes, zender helemaal ingepakt in plastic, komen we natuurlijk weer op terug. In het handleidingpakket zitten 5 stickervelletjes in elk een andere kleur. Extra gouden, want die zitten al op de Phantom 3 Professional, maar ook zilver, rood, roze en blauw en nu allemaal met een metallic look. Verder een snelstartgids, briefje met de inhoud van de doos, garantiepapiertje en de uitgebreidere gebruiksaanwijzing. En hier is dan DJI's nieuwste toevoeging aan de ontzettend populaire Phantom-lijn, de DJI Phantom 3 Professional. Herkenbaar aan de goudkleurige bestikkering, maar meer aan het goudkleurige plaatje met Phantom 3 Professional op de voorkant. Er is dus ook een goedkopere Phantom 3 Advanced met zilverkleurige details, met als enige verschil een 1080p HD-camera in plaats van 4K en dus een lader met 57 watt vermogen in plaats van 100 watt. De Phantom 3 is een 350 size quadcopter, net als zijn voorganger de Phantom 2. Qua maat is er dus niet veel veranderd, de behuizing lijkt zo op het eerste gezicht grotendeels hetzelfde, maar de Phantom 3 heeft in ieder geval een wijder landingsgestel in vergelijking met de Phantom 2 en deze is ook een stukje langer zoals je ziet. Dat wordt dus een probleem met draagkoffers die speciaal voor de 2 gemaakt zijn. De Phantom 3 lijkt dus in grote lijnen op zijn voorganger, is net zo compact, met nagenoeg hetzelfde gewicht ook, maar het binnenwerk is dus helemaal nieuw. Allereerst de camera. Die zit vast aan een drieassige Zenmuse gimbal, is voorzien van een Sony Exmor 12.4 megapixel sensor en kan op deze professional versie filmen op een maximale resolutie van 4096 bij 2160 pixels. 4K dus met 30 frames per seconde. 1080p en 720p met 60 frames zijn ook mogelijk en foto's schiet je in JPEG of Adobe RAW formaat in 12 megapixel. DJI's speciale Lightbridge technologie zit ingebouwd, dus de camerabeelden worden live in 720p HD kwaliteit naar het scherm van je tablet of smartphone gestreamd. Het bereik van dit signaal en het signaal van de besturing moet zo rond de 2 km zijn. De antennes voor de besturing van de Phantom 3 en Lightbridge lopen langs alle 4 de poten, met in de poot rechtsachter ook weer het digitale kompas, die ook weer gekalibreerd moet worden. De gimbal hangt dus aan 4 anti-jello dempers en de gimbalbasis heeft hier een microSD slot. Kaartjes tot 64 GB worden ondersteund en er zit er standaard eentje bij van 16 GB, van Lexar.
klasse 10 of UHS 1 kaartjes zijn aan te raden, want in 4K-opname is de bitrate een flinke 60 mbps. Ook nieuw en ontleend aan de DJI Inspire 1 is het Vision Positiesysteem. Het Vision Positiesysteem bestaat uit een dubbele sonar en een kleine camera die alle naar beneden wijzen. Dit systeem zorgt ervoor dat de Phantom 3 binnen en op andere plekken waar er geen GPS-ontvangst is, op dezelfde plek kan blijven zweven zonder dat je hoeft te corrigeren. Super handig voor filmklussen in gebouwen. Werkt vanaf ongeveer 30 centimeter tot zo'n meter of 3 en de ondergrond mag niet reflecteren en moet wel enige herkenbare structuur hebben. Anders raakt het systeem mogelijk van slag. De Phantom 3 werkt op eenzelfde soort intelligente smart batterij als zijn voorganger. Maar het is nu een 4-cellen lipo in plaats van de 3-cellen lipo van de Phantom 2. De capaciteit is nu ook iets lager, 4480 mA tegenover 5200, maar de hogere spanning staat voor vrijwel dezelfde vliegtijd van een minuut of 23. De batterij heeft nog steeds een interne balanceerunit, beveiliging tegen kortsluiting, overspanning, ladingschecker en kan zichzelf automatisch ontladen. De batterijbehuizingen verschillen genoeg van elkaar om ervoor te zorgen dat je nooit per ongeluk een Phantom 2 batterij in een Phantom 3 kunt stoppen en dus ook niet andersom. Er is ook nogal wat te doen geweest om de spanningsaanduiding van de Phantom 3 batterijen. Op de batterij staat namelijk 15,2 volt, terwijl de nominale spanning van een gewone 4-cellen lipo 14,8 volt is. Volgeladen zou dit 16,8 volt moeten zijn, terwijl DJI dan 17,2 volt noemt. Oftewel, DJI hanteert 3,8 in plaats van 3,7 volt per cel nominaal en 4,3 volt in plaats van 4,2 volt volgeladen. En een korte check met een multimeter laat zien dat dat klopt. Het meegeleverde 100 watt laadblok heeft dus twee laadstekkers, links voor de zender en rechts voor de Phantom 3 batterij. Je haalt dit kapje los en de connector voor de Intelligent Battery komt tevoorschijn. De stekker prik je dan in de batterij, dat kan uiteraard maar op één manier zodat je niet de mist in kan gaan, en de Phantom 3 batterij begint met laden. Met deze 100 watt voeding duurt dat dus zo'n 50 minuten. De voedingsaansluiting van de zender zit hier achter een rubberen kapje en de lader kan dus ook de ingebouwde batterij van de zender opladen. DJI raadt echter af om de zender en de Phantom 3 batterij tegelijk op te laden in verband met overbelasting van de lader. Los van het feit dat het ons niet zo'n heel groot probleem lijkt, maar goed. En dit is dan de zender van de DJI Phantom 3. Twee afgeplatte antennes en natuurlijk de smartphone of tablethouder die je zo uitklapt. De zender heeft het modelnummer GL300A en heeft rubberen grips op de zijkant, achterkant en ligt lekker in de hand. Wel is hij redelijk zwaar met 850 gram en dat is nog zonder smartphone of tablet. Hij is van stevig wit kunststof en lijkt op de zender van de DJI Inspire 1, maar die is van aluminium. Op de voorkant een grote aan- en uittoets die je kort kunt indrukken om de batterijstatus van de ingebouwde 2-cellen 6000 mAh lipo-accu te bekijken. Druk je hem kort in en houd je hem daarna ingedrukt, dan schakel je de zender in. Naast de aan- en uittoets zit een grote, aparte Return to Home knop. Oftewel indrukken en je Phantom 3 komt terugvliegen naar de plek van opstijgen. Natuurlijk de twee gecentreerde knuppels en de stickmotors via de software in te stellen en linksboven een 3-positieswitch voor de vliegstand P, A en F. Komen we binnenkort op terug. De videoopnameknop en het draaiwieltje om de gimbal pitch mee te kunnen bedienen. Rechtsboven een draai- en klikwiel voor de camera-instellingen, een playbackknop om de gemaakte foto's en video's terug te zien en de sluiterknop voor het maken van foto's. Op de achterkant van de zender zitten nog een C1 en een C2 knop. Deze knoppen hebben standaard geen functie, maar via de software kun je hier zelf functies aan toewijzen. De zender heeft hier een standaard USB-poort voor de verbinding met je smartphone of tablet en rechts een micro-USB-poort om de firmware van de zender te kunnen updaten. Geen HDMI zoals bij de Inspire 1, maar er komt later mogelijk nog iets van een verloopstekkertje uit. En dan de smartphone of tablet houder. Knopje indrukken en hij schuift uit, net als zo'n houder voor in de auto. Het houdertje is met schuimrubber beplakt voor een goede en zachte grip en de maximale hoogte van de klem is 17 cm. Beetje het formaat van een iPad mini dus. Halverwege de houder zitten twee haakjes die je kunt uitklappen voor gebruik met een Android smartphone of iPhone. Je plaatst het toestel dan zo op de haakjes waarna je de klem sluit. En dat zit dan stevig vast zoals je ziet. Voor de Phantom 3 is net als voor de Inspire 1 de gratis DJI Pilot app nodig. Beschikbaar voor zowel iOS als Android. Een recent en snel toestel is aan te raden om de vertraging van het FPV-beeld zo klein mogelijk te houden.
De koppeling met je smartphone of tablet gaat dus via USB en voor Android devices kun je de meegeleverde micro-USB kabel gebruiken die dan in de zender gaat en in je toestel prikt. Voor Apple iOS modellen gebruik je natuurlijk je eigen Lightning kabel. De Pilot app is op je smartphone of tablet je live FPV monitor met telemetrie, je vluchtrecorder, de camerabediening, de Phantom 3 instelcomputer en biedt een kaartweergave zodat je precies kunt zien waar je Phantom 3 op de kaart is. Over complete handigheid gesproken. De DJI Pilot app zullen we in een komende Phantom 3 video wat uitgebreider bekijken. Dan hebben we nog de brushless motors van de Phantom 3. Ze zien eruit als de meest recente DJI 2312 motoren van de laatste versies van de Phantom 2 serie, maar het is onduidelijk of het om dezelfde 960 kV uitvoering gaat in verband met de nu hogere 4-cellen spanning van de Phantom 3 batterij. De motoren hebben in ieder geval dezelfde maat schroefdraadassen voor de zelf vastdraaiende propellers. Deze propellers hebben een ander kleurtje hub dan die van de Phantom 2, maar ze zijn uitwisselbaar en passen gewoon. Tot slot nog nuttig te melden dat alle boutjes van de Phantom 3 nu torx zijn in plaats van zeskant en kruis op de uiteinden van de armen. En daarmee sluiten we deze DJI Phantom 3 Professional Unboxing video af. Missen we nog wat in de doos? Ja, een beschermkapje voor de lens van de camera had handig geweest. Bij de Vision Plus zat die er wel bij. Het zal je verder wel niet verbazen dat we natuurlijk benieuwd zijn naar de vliegprestaties, de prestaties van de 4K-camera, het bereik en de DJI Pilot app. Stuk voor stuk dingetjes die we in de komende delen over deze nieuwe Phantom 3 Professional zullen laten zien. Heb je ondertussen vragen over de nieuwe Phantom 3? Post ze op ons rcblog.nl forum. Wij, maar ook al een aantal andere RC'ers, staan daar voor je klaar. Abonneer je op ons YouTube-kanaal om automatisch op de hoogte te blijven van onze komende videoreviews en dus ook over de komende delen over de DJI Phantom 3.